Een film over het weer. Over het weer in Nederland. Waar het zo anders is. En zo wisselvallig. Waar de wolken zo vaak dienen als schuilplaats van de zon. Waar de wolken schaduwen over het land trekken. Nederland, waar de wolken zo massaal aanwezig kunnen zijn, dat je mag spreken van een loodgrijze hemel. Nederland, waar de mensen ook niet uitgepraat raken over het weer. Het weer van alle dag, zeggen ze dan. Hoewel het weer van alle dagen anders meer op zijn plaats zou zijn. Maar dat ze erover praten, is niet zo'n wonder. Velen werken er middenin. De rietsnijder. De boer. De molenaar. Ze zijn er direct van afhankelijk. Zij en al die anderen die er dan wel niks mee te maken hebben, maar er toch door beïnvloed worden. In hun humeur goed of slecht. En als je dan ook nog bedenkt dat veel van die Nederlanders onder de zeespiegel wonen. Ach, dan is dat misschien geen reden, maar wel een excuus om er zoveel over te praten. Al was het maar in deze film. Zo vaak hebt u nu van uw familie en vrienden over het Nederlandse weer gehoord, dat u het nou maar eens zelf moet zien. Want het is zo anders. En waarom is het zo anders? Ach, dat is geloof ik vrij gemakkelijk uit te leggen. Kijk, als dit nou de zon is. En hieronder denken we ons de aarde. Met daar dan de evenaar. En hier een van de polen. Dan kunt u zien dat de streken rond de evenaar een veel gerichtere bundel zonnestraling ontvangen dan bijvoorbeeld de gematigde streken, zoals dat heet, waarin Nederland ligt. Door de kromming van de aarde wordt die zonnestraling over een groter oppervlak verdeeld en per vierkante meter aarde wordt het hier dus minder warm. En dat de aarde minder warm wordt is van directe invloed op het weer, want u weet misschien wel dat de zon niet de lucht om ons heen verwarmt, nee, de zon verwarmt de aarde en de aarde kaatst een deel van die warmte terug naar de omringende dampkring. En dat is dan nog maar één van de verschijnselen die voor het begrijpen van de verschillen tussen het weer bij u en dat bij ons belangrijk zijn. Een ander verschijnsel is misschien ook wel leuk om eens even te bekijken. De zon die bij u zomaar hele maanden van het jaar achter elkaar voor mooi weer zorgt, verwarmt de aarde zo sterk, en die aarde op haar beurt de lucht weer, dat grote massa's lucht door de warmte opstijgen tot grote hoogte. En daar is die lucht zo ijl dat de door de warmte opgestuwde massa's naar opzij afbuigen en dan koers zetten in dalende richting naar gebieden tussen de 25 en 45 graden. Ons bereikt die lucht praktisch nooit op onze 51 tot 53 graden.
Maar in de subtropen ontstaan zo cellen van lucht met hoge druk, waaruit het transport begint in onze richting, nietwaar? Van hoge druk naar de lage druk die hier meestal heerst. En deze warme lucht ontmoet in onze omgeving een andere stroom in tegenovergestelde richting. Boven de Noordpool is het namelijk zo koud dat de lucht er als het ware ingedikt is, met weer als gevolg hoge druk, die ook weer zijn weg zoekt naar onze omgeving met lagere druk. Twee stromen dus. Eén warme uit de subtropen en één koude van de pool. Bij de ontmoeting wordt de warme subtropische lucht als het ware weggeduwd door de koudere poollucht. Een soort gevecht tussen de luchtstromingen waar wij net onder zitten, maar nooit precies weten hoe het worden zal. De weerkundige van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in de Bilt, het KNMI, weet er wel iets meer van. Meneer Budding, we zitten nou voor een hele grote kaart met een enorm aantal cijfertjes erop. Is dit nou de kaart aan de hand waarvan u de verwachting maakt? Inderdaad. En niet alleen deze kaart, maar ook een aantal voorafgaande kaarten. Op die verschillende kaarten, die dus opeenvolgend zijn, kunnen we zien hoe de diverse systemen zich over de kaart verplaatsen. Eén kaart is dus niet voldoende. Een systeem, dat is een luchtdruksysteem? Een luchtdruksysteem, een slecht weersysteem. Een systeem met mist of een stormveld bijvoorbeeld. Ja. En kunnen we zien of ze in intensiteit toenemen of afnemen. Dat is erg belangrijk, ja. Al die cijfertjes die erop staan, wat stellen die voor? Oh, met die cijfertjes, ja. Daar vindt u windrichting, windsnelheid, de hoeveelheid bewolking, de soort bewolking, die ook van belang is om te weten wat voor processen er in de atmosfeer aan de gang zijn, de luchtdruk, de verandering van de luchtdruk, temperatuur, de vochtigheid van de lucht, het zicht. Maar die gegevens kunt u onmogelijk allemaal zelf verzamelen? Nee. We hebben hier alleen in de beelden een waarnemer die dat ieder uur doet. We hebben een radiosonde die gegevens over hogere luchtlagen inzamelt. Die wordt dan aan een ballonnetje opgelaten om te vertellen hoe het boven is? Ja. Dan zijn er hier alleen in Nederland al meer dan 20 waarnemingsstations waar ieder uur een waarneming gedaan wordt. Over het hele noordelijk halfrond nog enkele honderden stations die ook regelmatig die waarnemingen verzamelen. En die krijgt u allemaal? Die krijgen wij hier allemaal via de internationale telexverbindingen. En uw gegevens gaan naar hun toe? Inderdaad. En hoe lang kijkt u vooruit? Dat is als regel 36 uur, 48 uur. Maar dan is het eigenlijk wel gebeurd. Waarom? Waarom niet langer? Het zou zo fijn zijn. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Maar wij leven nu eenmaal in een naai gebied. Wij zitten in een grote westelijke luchtstroming zo. En daar komen allerlei weersystemen in voor die we van tevoren nog niet zien. Want die systemen die het weer over 3 of 4 dagen gaan beïnvloeden, die bestaan nog helemaal niet. Nee. Dus het verstandigste advies voor ons allemaal is paraplu mee en elke avond naar het weerpraatje op de televisie. Inderdaad, dat zou ik aanbevelen. Kijk je dan naar het weerpraatje op de televisie, dan nog weet je het niet. Dan nog kun je overvallen worden door een bui of verrast met plotseling veel meer zon dan het KNMI voor mogelijk had gehouden. Wonderlijk ook hoeveel manieren er zijn om van het weerbericht op de hoogte te komen. Op de televisie, het staat in de krant, je hoort het op de radio. En als je het dan nog niet weet, kun je de telefoon pakken, 003 draaien en het hele verhaal nog eens uitgebreid aanhoren. En voor de allerhardnekkigste is er natuurlijk nog een informatiebron. Een man die er veel woorden voor heeft, maar weinig goeie. Nou meneer, het is goed dat u vandaag geschoren wordt, want morgen had ik er niet geweest. Van vrijdag. Maar het zou weer net zo zijn als vandaag. Slecht weer, ja. Je bent er nooit zeker van. Nee, vorig jaar. Dat je eens een keer lekker weer. Nee, zoals vorige week had ik ook een vrije dag. Ik zei tegen mevrouw en de kinderen, ik zeg kom aan, we gaan er lekker uit. Maar komen buiten en regen op die fiets. Nou, dat is toch ook armoedig. Kinderen helemaal nat en heb je vrijdag één keer in dezelfde tijd. Ja, zo praten we erover heel ernstig en met veel nadruk.
Het is ook bijna het enige punt waarover we het allemaal eens zijn. En waarbij we direct klaarstaan om een ander gelijk te geven. En we kleden ons erop. De mode wordt net zo geregeerd door het weer als door de Parijse modehuizen. Zelfs officiële instanties als de politie gaan door de knieën voor een charmant zuidwestertje. Nou zeggen ze wel eens dat de Nederlander vaak zo stuurs kijkt, zo chagrijnig. Maar wees nou eerlijk, wat doe je als je zomaar ineens onder een miserige douche staat? Nee, we hebben er allemaal wel iets mee te maken met dat weer. Is het niet in onze stemming, dan is het wel in ons werk. De ene week hier in Interlochie werken, de andere week lopen we met een trein. Als je nu kijkt naar buiten, ja, en je ziet nou dat het al constant een week achter elkaar bekant van die mieselregen is. Het is van de zomer, deden wij 14 dagen over een verdieping in deze bouw. En nu duren we met dit weer, doen we er al 4,5 week over. U moet één ding niet vergeten. Als het nat weer is, dan zijn de mensen veel meer gedeprimeerd. Men kan veel minder van elkaar hebben. Zomers kennen men nog eens een geintje onder elkaar maken. Het winters hoeft men dat niet te doen, want dan is er zo ruzie onder elkaar. Gaat u in Nederland op vakantie? Ja, altijd in Nederland op vakantie, ja. En ik ben dus 12 jaar getrouwd en ik heb pas 2 keer, zolang ik getrouwd ben, mooi weer gehad in de bouwvakvakantie. Er is altijd regen. Of zeker van de 14 dagen tot een vakantie hebben we 10 dagen regen. Ach, eigenlijk zijn er landen waar alles bij elkaar veel meer regen valt dan hier. Maar dan in korte tijd achter elkaar. Bij ons wil het zo graag motregenen, of druilen, of aandrijnen, om maar eens een paar woorden te noemen. Van dat weer dat de stad een beetje doet vervagen. Dat alle kleuren samenveegt tot een contrastloos, reukloos grijs. Van dat weer waarbij binnen altijd beter is dan buiten. Sommigen zweren bij alcoholische wapens in de strijd tegen het weerbericht. Juist als het buiten guur is, nemen zij er eens rustig de tijd voor om, voorzichtig proevend of hup in één slok achterover, van binnen een beter mens te worden. Nou, beter. Warmer in ieder geval. En buiten de stad krijgt het platteland, ook door het weer, zijn eigen gezicht. Omdat alles zo wisselvallig is, veranderen de belichting en de achtergrond van de hemel bijna voortdurend. Een landschap wisselt daarom niet alleen met de seizoenen, maar bijna van uur op uur vooral ook met het weer. En al heeft de echte Hollandse molen als bron van energie bijna niets meer te betekenen. De weinige molenaars die er nog zijn, blijven weerprofeten bij uitstek. Je moet niet naar het losse weer kijken, je moet naar het vaste weer kijken. Wat is los weer, wat is vast weer? Vast weer, dat vaste weer, dat drijft langzaam uit het westen. En je hebt wel eens dat het losse weer uit het zuiden overdrijft. En je hebt minimaal dat ik uit de zuidoosten sta te draaien. Dan kijk ik niet naar de windrichting, maar dan kijk ik naar het westen. Daar komt het weer vandaan. En daar gaat de wind naartoe op. Als de wind gaat ruimen, dan zie je een half uur tevoren al een zoom in de lucht. En daar gaat de wind naartoe. Dan heb je wel eens dat stil wordt, maar je hebt ook wel eens dat uit kan gaan stormen. En met een bui kan ik ook goed zien of dat er veel wind in zit of weinig. Dat zie ik in de regenstralen. Komt die de bui in aan fruit, dan zit er een hoop wind in. Maar komt die de bui na, dan zit er geen wind in. Maar is morgens voordat ik de deur uit ga, is het eerste wat ik doe, het weerbericht opvangen van KNMI.
Nou, en als ik dan onderweg ben, dan kan ik ook nog wel een beetje naar de lucht kijken. Nou ja, wat weer en wind doet natuurlijk. Ik ben tenslotte besteller ook natuurlijk, net als elke besteller bij de PTT. Maar ja, het is altijd ietsje anders als aan de wal, zoals wij dat noemen. He, want ja, ik heb hier te maken met weer en wind en niet met een zekere hoeveelheid post, want die is natuurlijk niet zoveel voor die enkele mensen. Ik ben toch laat vandaag, joh. Ja, als je geen water hebt, dat lijkt eruit, hè? Ja, ja, gisteren verzoop je nog en vandaag heb je water te weinig. En hier gisteren, dat had ook nog gekennen. Ja. Hey, gisteren kon de polder invaren en nu is er geen water meer. Nee. Ja, pech, hè, vandaag. Ja. Ik denk dat we strenge winter krijgen, joh. Zou je denken, Jan, waarom? Ja. Nou, dat er veel oostvogel is en we rijden talingen, smieten en... De zogenaamde winterboot. Ja? Ja, die is er. Dat is waar. Nee. Nou, ik mag leiden dat we die strenge winter niet krijgen, hoor. Tenminste, wat mij betreft niet. En dat is een andere manier om te kunnen voorspellen wat voor weer we zullen krijgen. Voorspelling op langere termijn. Elk najaar emigreren de vogels. Uit heel Noord-Europa trekken ze naar het zuiden om de winter te ontlopen. En de buitenman ziet aan de grootte van de vluchten die passeren van taling, smint en gans hoe die winter misschien gaat worden. Land, water en lucht, met maar heel vage scheidslijnen. Het weer tussen het hele mooie en het hele slechte in. Weer waarbij ook in de vrije natuur contouren onwerkelijk worden en afstanden onduidelijk. Nederland is niet groot, maar het lijkt soms nog wat kleiner als het vocht in de lucht het landschap grauw maakt en de horizon vaag. Nederland, waterland, een al te vaak gehoorde uitdrukking. Maar er zijn gebieden waar je gaat twijfelen wat het is, water of land. Of geen van beide eigenlijk, zoals in de grienderijen waar het rijshout groeit. Rijshout dat tot grote matten gevlochten een instrument is bij de bouw van dijken. Dat dus helpt het land te beschermen. Tegen het water. Niet tegen het weer. En in oktober beginnen wij met het werk. Tot begin mei, in plaats van april. En wij zitten in een studie aan. Die periode zitten wij in de blubber en in de regen. En in ander aan het weer ook. Dat er ook maar is. In die periode. Dan is het 's morgens donker als wij vertrekken. En als wij thuis komen is het ook hartstikke pikje donker.
Oh ja, zeker. Zomer wordt het hier ook. Alleen hier wat minder dan in andere landen. Dichtbevolkt land, schaarse recreatieruimte, we kennen het. Alleen, zulke benauwende feiten benauwen ons helemaal niet. Als het dan ook echt zomer is, als het echt kan, recreëren, ontspannen, weg uit de sleur. Een periode van mooi weer betekent in Nederland altijd allemaal samen freewheelen. Samen ontspannen heeft ook iets van, pas op jongens, gauw genieten, anders is het alweer voorbij. En dat is het soms ook wel, want zelfs een mooie zomer brengt verrassingen voor je vrije tijd, voor je werk. Op de boerderij betekent de zomer een samenloop van buitenwerk, maaien, hooien. En zelfs in een tijd van mechanisatie moet je je goed bewust zijn hoe afhankelijk je bent. Nou, als je het hooi hebt wel natuurlijk. Maar ja, als je nou gras gaat maaien wil, dan kijk je dadelijk niet naar het weer, want dat geeft niet zoveel uiteindelijk. Het is wel beter als je natuurlijk het met droog weer afmaait. Want het is zo, als je natuurlijk dat gras afmaait met nat weer, dan zit het water allemaal tussen dat gras en dat moet er eerst uitdrogen weer. Buiten dat je het droog afmaait. Dat scheelt een heleboel wel met maaien, maar verder, daar ga je dan niet naar zitten kijken, want je wil even doorgaan. Maar als je natuurlijk gooien wilt per se, nou ja, dan is het eerste ochtend dat het vrijste dat je zegt, nou, wat zijn we weer krijgen ongeveer vandaag? Zal het nou regen worden of zal het mooi blijven? Maar ja, het is zo wispelturig hier zo. S'morgens sta je met een hele mooie lucht en als je 's middags gegeten hebt, dan zeg je jongens, hard door, want het kan elk ogenblik gaan regenen natuurlijk, dat is zo veranderlijk. En als het 's morgens met de wind of zo, dan is dat ook wel eens. Dan zeg je, jongens, het waait een beetje felachtig. De hele dag, dan zeg je, nou jongens, het zal wel op regen waaien. Hè? Zulke praat wordt er dan gesteld tegen elkaar. Ik ben vanmorgen ben gaan malen. Met een mooie heldere lucht en er is wolken op komen zetten en de wind is nou gaan krimpen en de lucht wordt vetter en hij krimpt met zaaien en er zit volle regen in de lucht, want hij blijft in het westen ook vol en het weer dat zet gaan en meer op, dus dat wordt volle regen. Lente en herfst zijn de jaargetijden met het meest wisselvallige weer. Van de heftigste uitschieters, van hagel en storm. Stormen die ervoor zorgen dat de Noordzee, niet zo erg vriendelijk bruisend, Nederlands smalle kust begroet. Seizoenen waarin ook nog eens duidelijk wordt dat de consumenten van het weerbericht niet alleen op het land zitten, maar ook op zee. In het najaar worden de stranden onherbergzaam. Het weer maakt duidelijk dat de vakantie voorbij is. Ganzen in V-formatie, de V van Vriezen, van Vorst. Voor ingewijden een weerbericht eenvoudiger dan alle anderen.
In de afgelopen 24 uur heeft de luchtdrukverdeling boven onze omgeving een belangrijke wijziging ondergaan. Het ziet er naar uit dat Nederland zich het komende etmaal blijft bevinden in het overgangsgebied tussen de zachte lucht uit Frankrijk en de koudere lucht die met oostelijke winden uit Duitsland wordt aangevoerd. Daarom blijft er veel bewolking, waaruit aanvankelijk nog geruime tijd sneeuw zal vallen. Maar als de sneeuwbuien wegtrekken, kan het buiten bij temperaturen onder nul heel plezierig zijn. Je hoeft er helemaal geen goud of zilver mee te verdienen of een elfstedentocht te rijden. Als je maar je baantje kunt trekken. Een flinke vorst. En iedere boerensloot heeft net zoveel aantrekkingskracht als een ijsstadion in Deventer, in Grenoble of in Oslo. Vervelend wordt het pas als het weer gaat twijfelen. Als het een beetje regent, een beetje mist, een beetje vriest achter elkaar. Dan komen de kettingbotsingen. Dan stopt het verkeer. Dan wordt de weg een ijsbaan, letterlijk soms. Dan is Nederland ook nauwelijks meer waterland. Het water wordt één klonterige, koude brei of houdt helemaal op water te zijn. En dat is de tijd dat we tegen onze kinderen zeggen: nog zoveel nachtjes slapen, dan is het weer lente.